allemaal, welkom bij een gloednieuwe vlog. Wij gaan even naar de kringloop wandelen. Yay! En het is zo'n mooi weertje buiten. Het heeft een beetje mama, is het ijs? Gesneeuwd. Is het ijs? Ja, het is ijs. En we hebben ook nog een cadeaukaart van de Intertoys. Yay! Dus we gaan even aan de wandel. Is niet zo heel ver weg, hè? De kringloop. Nee. En de Intertoys zit er eigenlijk bijna naast. Yep. Dus wij nemen jullie even mee met dit winterzweertje, waarbij alles al een beetje wit is. Ja. Want kijk maar eens even goed rond. Dat is echt mooi. Yep. Ik kan echt merken dat het nou winter wordt. Ja. Heb je er al een beetje zin in, Shalane? Ja. Een keer gaan schaatsen. Ja. Daar heb ik ook wel zin in. Schaatsen, jongens. Wie heeft er nog geen zin in? Ik niet. Laat het weten in de reacties. Wat ga je doen? Zo. Mooi, perfect. Hou. Shalane heeft er al zin in. Die houdt zich al warm om te rennen. Hé, jongen, ik kan niet zo snel. Nee. Kijk, de camera kan je wel heel snel inhalen. Wat? De camera kan je wel heel snel inhalen. Kan niet wachten op mij of zo. Kan niet wachten op mij of zo. Ho. Oh. Stel scherp. Hij wil niet scherp stellen. Ja, ja, hè. Nou, kom. We gaan naar de... Intertuin. Nee, we gaan niet naar de Intertuin. We gaan naar de kringloop. Maar wij vinden het leuk om kringloopshoppen te gaan doen, hè? Ja, heel leuk. Vinden we leuk. Lekker goedkoop. En best soms partijen wel leuke dingetjes. Dus kijk gezellig nog even weer met ons mee vandaag. En we filmen straks nog wel een stukje, als we een stukje dichter bij de kringloop zijn. Ja. Tot straks. Doei. We lopen hier bij de kerk in Sappemeer. Het is nu 2:30. Ja. We zijn er eigenlijk nog nooit binnen geweest eigenlijk, hè? Nee. Lijkt me toch wel een keer bijzonder om het te gaan doen eigenlijk. Volgens mij is die open. Weet ik niet. Maar dit is de kerk van Sappemeer, zeg maar. Hele mooie kerk. Maar ik weet niet waar je er naar binnen moet. Voorkant. Nee. Sommige mensen gingen die kant langs. Ja, maar dat kan jij niet. Jawel, dat voel ik wel. Maar over het algemeen mag je in de kerk niet filmen, dus ja. Nee. Maar moeten ze er ook bij zeggen? Nou, dat weet ik niet. Er gaan wel heel veel mensen de kerk in. Er is iets met kerst. Volgens mij. Ja. Nou, wij gaan even kijken. Ja, wat een leuk kerstdorpje. Waar zijn we nu, Shalane? De kerk. We zijn in de kerk. Moet eens kijken. Dat is wel leuk. Leuk gemaakt ook. Oh, dat is leuk. Wat zei je? Maagdloos? Nee, dit is leuk. Moet eens kijken. Hier, baby Jezus. Of zoiets? Nee. Dat is wel heel leuk gemaakt, hoor. Ja. Oh, die is ook leuk, Shalane. Ja. Kijk. Oh, dat is echt leuk. Dit ook. Leuk gemaakt, joh. Nou, wij lopen even weer naar buiten. We zien jullie zo buiten. Inmiddels lopen we buiten. Ja. En daar hebben we de kerk opnieuw. En daar zijn we net even in geweest, Shalane. Ja. Best wel leuk om te zien. Ja. Het was een kleine kerstmarkt eigenlijk, hè? Ja, het liep ook ergens op de voor. Het was niet zo heel veel, maar ook aan die kant een kerstmarkt. Ja. Ja, maar ja. Het is niet echt. Niet dat ik zeg nou wel of zo. Nee, te veel rook. Laat me dat maar niet doen. Nee. Nou, wij lopen naar de kringloop. Ja.
Dus we zijn nog heel eventjes onderweg, jongens. Maar het was wel even leuk om even... jullie hebben ook een stukje kunnen zien. Van leuke beelden. Ja. Het was echt leuk. Was hij wel leuk? Ja. Nou, kunnen we ook wel op de terugweg weer kijken of ja. Nog zo. Nou, ja, jullie zien ons straks terug. Denk ik in de kringloop, denk ik, toch? Ja, denk ik. Ja, nou, tot straks. En iemand... A few moments later. We zijn er bijna. We zijn bijna bij de Intertoys gelaan. Ja. Intertoys. Ja. Ja. Oh. Nou, jullie zien, ik ga je straks te zien. Maar voor je 5 euro kopen. Ja? Ja? Ja. 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 Tot zo. 15 minutes later. Zo, daar zijn we weer. Het was wel even zoeken. Deze heb jij van de cadeaukaart gekocht. Ja! Pokémon kaarten. En ik heb die apart gekocht voor Jaden. En ik heb deze gemaakt. Die pakken wij later in een andere vlog misschien uit. Of misschien in deze vlog. Ligt er, moet even kijken. Ja, deze vlog. Deze vlog dan. Dus nou, we sjouwen nu een deurtje verder naar de kringloop. Kringloop. Dus dan zie je ons straks in de kringloop, denk ik. Ja! A few moments later. Zo, wij zijn even bij de... kringloop geweest en moest kijken wat we meegenomen hebben voor de kerst, voor het raam. Is toch leuk? En dat heeft nog eens geen 50 euro. 5 euro gekost. 50? Hey. Als het 50 euro is, zal een beetje duur zijn hoor. Hey. Dus we hebben even weer leuk geshopt bij de kringloop voor kerst. Gaan we even over de markt. En we gaan nu even over de markt. Kijk, daar heb je de markt. Daar. We zien het niet hoor. Jawel. Kijk, daar hebben we de markt. Dus we gaan even de markt over. Heel leuk. Dus. Oh, we moeten over de weg. Ja, yeah, we moeten over de weg. Oh, ja. Het is toch leuk? Ja. Ik vind het wel leuk hoor. Ik vind het ook leuk. Oh nee, andersom. Ha. Wij sjouwen nog even over de markt heen. En dan lopen we rustig weer naar huis. En dan gaan we de Pokémon-kaart overmaken thuis. En thuis kunnen we nog even de Pokémon-kaart overmaken, ja. Ja, heel leuk. Zal Jaden ook nog wel leuk vinden. Maar ik denk dat Jaden nog wel in zijn pyjama zit. En die heeft echt een luie dag vandaag. Ik niet. Ik heb gewoon mijn broek aan. Hallo? 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 Ja, ja. Nou, ons zie je straks weer. Doei! Zo, we zijn bijna thuis, Jelena. Ja. Nog even een stukje lopen. Ja. Het begint nou heel koud te worden eigenlijk. Ja. Ik was straks wel benieuwd hoeveel stapjes we gezet hebben eigenlijk. Ja. En dan een Pokémon kaart overmaken. Een Pokémon kaart overmaken, ja. Nou. Nog 5 minuutjes lopen en dan zijn we thuis, jongens. Ja. En dan op deze zaterdag. Middag. Ja. Wat gaan we morgen doen? Naar de kerstmarkt. In Boetangen. Ja. Mijn zus gaat mee. Ja. En Denisha gaat mee. Ja. Zullen we eens even kijken wat voor leuks we daar allemaal nog leuk kunnen scoren. Ja. Voor de kerst. Ja. Ah, kerstperiode jongens, is toch leuk. Daar geniet ik zo van, hè? Ja. Van kerst. Lekker de kerstlampjes aan, kaarsjes aan. Ja. Wel zegt is de winterperiode wel weer leuk. Ja. Dus ja. Dat lag zo af. Nou, wij lopen nog even een beetje sneller naar huis, want het begint echt goed koud te worden. Ja. En dan zien we jullie straks zodra we thuis zijn. Ja. Boeah. En laten we de Pokémon kaart ook aan papa zien. Ja. Nou. Ja. Tot straks. Tot straks. 5 minutes later. We zijn weer thuis. Dus Jane staat nu naast me. En we gaan nu Pokémon kaarten openmaken. Hier bij de Intertoys weghalen. Intertoys weghalen. Ga jij eerst? Zal ik hem vasthouden anders? Het is toch wel heel erg laag zo, hè? Of ga gewoon samen openmaken. Ja, maar, maar goed, ik kan maar 1 filmen per keer natuurlijk, hè? Ja. Ja. Nee, ik ben even bezig. We zijn even bezig. We komen er zo aan, Milano. Welke gaan jullie als eerste openmaken dan? Deze. Moet ik zelf vast voor je schudden? Nou, hoeft niet geschud te worden. Nee. 4 andere kant op, hè? Ja, oh, oké. Okay. Welke zijn dat dan? Nou, dat zien we dan, Jane. Hier. Oh ja, hier. Ja. Dit is de bubbelde cam, dus die. Ook een paarse, ja.
En dit is... Oh nee. Ja, dat is een code. Ja. De Pokémon kaart? Nee, een munt. Ja. Een munt. Ja. En dit is de code. Ja. Wie hem wil hebben, die kan hem pakken. Ja. Ja? En wij doen er dan niks mee. Nee. Dan gaan we het openen. Even schuiven. Ja hoor. Dan wou ik dat je niet naar de kraan knippen. Nee, ik weet waar die kaartje zit. Kijk maar in. Zo. Meisje, die nog één in hoor. Ja. Want daar zit nog een code. Die wil nog die nou, mogen jullie die ook hebben? Nou, wie hem wil hebben, die mag hem hebben. Ja. 1, 2, 3, 4. Ik kan zelfs andere camera's. Nou, laat Jaden dan maar de rest uitgaan. Mag ik achter Jaden staan? Dat is de energy class. Oh, wacht. Die doen we er even. Gewoon zo. Dat is. Chichou. Ja. Een trainerkaart. Archie. Ik klik voor mij alvast open. Ipono. Ipono. Petzilli. Die op moment. Ja, weet niet. Litten. Ja, die lange grote. Ik heb geen idee. Nee. Expurie. Oh, dat is een holo toch? Nee. Dat is geen. Jawel. Dat is een, dat is een glitterkaart toch? Ja, kijk. Dat is een glitterkaart die slaat. En een gouden. Maar die is dus dan. Ja. Ja. Nu gaan we met die van mij. Dat is deze. Ik ga het nu even openmaken. Nou, wel leuk, hè, Jaden? Ja. Met een paar leuke Pokémon-kaarten erbij. Oh-oh. Maar deze dingen zijn zo klote om open te maken. Ja. Nou, even een beetje luid naar de boel, hè, banaan? Als we eens naar de ring staan, heeft hij meer opslagspace. En, nou ja, dat kan zo ook. Dat is deze kaartje. Ik ga kijken of ik dat met jullie lopen. Ja, meer dan ten eerste. Nou, maak hem open. Deze. Ja, Silver Tempest. Ja, die hebben we. Nee, maar goed, wij hebben jullie bewaren alle Pokémon kaarten in een bak, dus dat is gewoon leuk. Mama. Ja. Ja, ik zou. Oké, als jullie deze kaart moeten hebben, alsjeblieft. Dat is de code. Wie hem wil hebben, die mag hem hebben. Ja. Nou, klaar. 1, 2, 3, 4. We beginnen eerst met de energy. Dat is de energy kaart. Trotropie. Bronzon. Weet ik veel. Bronzon. Colres Experiments. Mediti. Shellos. Mifo. Nido. Litleo. Castly. Dit is de glimmende. Ja, dat is de glimmende. Ja. En dat is de... elektrische. Deze is niet. Nee, dat is niet glimmende. Dat is comfy. Ja. Dus dit zijn de kaarten. En wie deze code nog allemaal moet hebben. Nou, heb je... Nou, dat die kunnen ze gewoon pakken. Ja, zeg maar. Ja, dit zijn gewoon drie codes wat je kan pakken. En ja. Nou, vonden jullie leuk Pokémon kaarten openmaken? Ja, dit was heel leuk. Deze vind ik het mooiste. Ja, en Jaden had ook een, hè? Ik vind... met deze zijn... Oh, deze zijn allemaal... Nee, deze. Ik vind deze twee mooi. Maar dit is de glimmende, die. Dit ook, dat is kijk. Dat is de Drekkapul. Wij hebben ook... Ja, maar deze is anders. Die is... Ja. Of is dat ook een glimmende? Ja, ik laat het ook aan papa zien. Ik denk dat papa het ook wel leuk vindt. Dan doen we deze eerst weer achter. Voor 1. Nou ja, jongens, kijk, en dit zijn mijn twee leuke kerstboompjes die ik al gehaald heb bij de kringloop. Ja. Een leuk plaatje erop. Ja. Nou, dat moeten jullie zo meteen de bak maar even pakken. Ja, laat ik het ook misschien even wel zien. En dan sluiten we voor nu eerst even de vlog af. Het is lang genoeg geweest. Ja. Vond je het leuk, Jane, om weer een keer Pokémon kaart open te maken? Ja. Goed zo. Ja. Ik ook. Nou. Vonden jullie een leuke vlog? Deel een like en abonneer op ons kanaal. Doei!